als ze vegan is of niet. Doen. Den, gaat je. Gaat je wekker af. Den, kijk op je horloge even. Ja, Jan. Feestelijke uitzending. Ja, mooi! Ja, niet zomaar feest. Enorm feest! Want eigenlijk voelt het als bevrijdingsdag. Ja, het moment is eindelijk daar. Deze week heeft Gordon met zijn kersverse nieuwe vriend Jeffrey de Visser. Oh ja. 24 jaar, die is nog jonger dan ik. De koffers gepakt. Toto achtergelaten in Blaricum. En hij zit nu in Dubai. Nou, dat doet hij hartstikke goed. Hij heeft zijn toyboy meegenomen, mochten we niet meer toy benoemen. Hij schrijft zelf, als je dan toch besluit in het diepe te springen, dan liever samen. Vanaf nu jij en ik, schat. Toch leuk voor iemand die je anderhalve maand kent. Maar eigenlijk staat daar, ik ben lekker hier en jullie zijn lekker daar. En dat vieren wij, want laten we eerlijk zijn. Hoe mooi is het dat we eindelijk van die schandvlek af zijn? Hoe mooi is eindelijk dat het genetisch afval Nederland heeft verlaten? Dit is gewoon een stuk beter voor ons land. Dit is een stuk beter voor onze cultuur. Ik ben er blij mee en wie niet? Want laten we eerlijk zijn, dat uitgerangeerde stuk stront. Dat is toch prachtig dat het weg is. Wie zit er daar nog op te wachten? Hij zit zelfs bij de Belg. Hij is naar de Belg gegaan omdat die Nederlandse televisie hem niet meer moet. En bij de Belg moeten ze hem nu ook al niet meer. Nou, we hebben wat te vieren. Heerlijk. Ja. Nou, kom maar met je glaasje, dinnerboy. Gori, op jou! Heukenrot! Over heukenrot, nou maar wel lekker op! Ja. Godverdomme! Ah, Jan! Ja, dat ging niet expres. Er zit een gat in je dak. Ja, kom! Oh, heerlijk flesje hier. Bubbeltje wijn heb je gekocht in. Echt. Het is een heel exclusief flesje. Ja. Het zit helemaal onder en het ruikt naar goedkoop. Schenk jij ook jezelf even in? Het is niet vaak dat we hier iets feestelijks te melden hebben. Nee, ook wel weer waar. Nou, in ieder geval, Gordon, we hopen dat je nog lang en gelukkig, maar voornamelijk heel lang in Dubai leeft samen met, hoe heet die? Jeffrey de Visser. Jeffrey de Visser, op jou. Even wachten, de bipolaire coachje is gone. Geen last meer van. Happatee. Op een Nederland, op een bevrijdingsdag. We zijn af van het stuk stront. Proost. Ja, ik neem alvast een voorproefje. Een voorschot. Er komt allemaal stof in je plafond. Nee. Ja. Godverdomme, de bocht. Jezus. Oh. Nou, dat heeft geen tientje gekost. Nee, dat was een aanbieding. 7 euro. Oh, mijn tandvlees die trekt zich helemaal omhoog. Zeg. Jezus Christus. Maar goed, hij is daar dus nu. Maar zonder de hond. Ja, maar dat zeiden we toch al een paar maanden geleden dat Toto ingeruild zou worden. Voor iets nieuws. Nou, iets nieuws, dat is dus die bink met die gespierde borstspieren en die witte tandjes. Genaamd Jeffrey. En de hondje Toto is niet meer het aandachtsmagneetje wat hij ooit was. Dus die is gedumpt. Ja, die is nu bij Kim Malou, zijn talentje. Wie? Kim Malou. Kim... Dat is een zangeres die hij dan support. Ach, wat leuk. Het label. Nou, dat zal een hele grote worden. Ja. Maar wat voorspel jij? Hoe gaat die trip in Dubai eruit zien? Zoals bijna elke relatie van Gordon is dat binnen een maand of twee afgelopen. Dus dan komt Jeffrey thuis. Die heeft dan wel lekker twee maandjes in een woestijnstaatje kunnen zitten. Van de zak van Gordon genieten en leven. Letterlijk en figuurlijk, snap je hem? Ja, heel grappig. Niet. En Gordy die komt twee weken later komt hij weer terug naar Nederland. Zegt, ja, helaas niet geslaagd. Ik ben er weer. Nee, die blijft natuurlijk nooit lang weg. Dat kan natuurlijk niet missen. Want hoe vaak gaat hij al eens... Hij heeft toch ook al een keer in Zuid-Afrika gewoond? Dan wilde hij ook niks meer met Nederland te maken hebben. Weet ik wat. Was hij ook binnen no-time weer terug. Ja. Want ja, die man is een aandachtshoer. Maar het feit dat hij nu daadwerkelijk in Dubai is... is wel een bewijs dat hij clean is. Want daar kan absoluut geen drugs gebruikt worden. Nou, in Dubai wordt werkelijk alles gebruikt. Zolang je maar genoeg geld hebt. Alleen ik weet niet helemaal hoe ze er tegenaan kijken dat Gordon en Jeffrey van de Griekse grondbeginselen zijn. Dus ik weet niet helemaal hoe ze daar er tegenaan kijken. Ja. Nou ja, laten we nou in ieder geval genieten van het moment nu. Hij is weg. Mooi. Heukenrotje. Tot ziens. Heb jij nog een boodschap? Vaarwel. Hè? Heb jij nog een boodschap aan Gordon? Nou, ik hoop dat hij heel gelukkig wordt. En ik zou zeggen, hou nou eens een keer bij het verhaal wat je vertelt, namelijk...
dat je klaar bent met Nederland en dat je voor altijd weg blijft. Ja. Tot zover de festiviteiten. Ja, was leuk, het was echt gezellig. Ja. Dan gaan we nu naar Sufi Rich, de rapper. Sufi Rich. Yo. Ja, want wat is nou het verhaal? 2 weken geleden bracht ik het verhaal dat er een bekende coach van de bekende talentenjacht aan een meisje van 13 en 15 heeft gezeten. En dat het wachten is tot dat naar buiten komt. Nou, hoe staat het er nu voor? De speelding. Ik denk dat het binnen enkele weken dat het naar buiten komt wie het is en waar het precies om gaat. Want het rommelt. Maar goed, ook daarvan was Sufi Rich, de rapper, op de hoogte, maar toch niet helemaal goed. Nee. Want in het nieuws kwam, en dan heeft dan een van de Instagram kanaal geplaatst, beelden Dennis Schouten, talentenjachtcoach, betaste meisjes van 13 en 15. Ja. Sufi Rich neemt het over en die zet erbij. Zo Dennis, nu heb ik jou jongen. Ik zei toch dat jij niet helemaal klopte. En die pedofiele maatje van je, Jan Roos, zullen we ook vast geen pretje meer hebben achter de tralies in een te klein celletje. Ja, nou, kijk, Sufi Rich moet je uitleggen. Sufi Rich is dus een rapper. Dan meestal, en wij hebben ook gerapt, hè, maar wij deden rap na. Maar de meeste rappers zijn per definitie achterlijk. Hè? Al helemaal blanke rappers die gangster rappers nadoen. Bijvoorbeeld Sufi Rich heeft ook een gouden tand. Dan denk je, kan het slechter? Ja, want Sufi Rich die praat misschien zo. Maar hij praat zo terwijl hij uit Bulgarije komt. Het is een Oostblokker. Wacht even. Een rapper die doet alsof hij gangster rapper is uit Marokko. Komt uit Bulgarije. En hij woont in Groningen. Dus dat is nog. Dus hij staat op min 6 nu. En dan denkt die jongen, nou, ik ga Dennis Schout even voor lul zetten. Want die heeft dus aan kleine kinderen gezeten. Nee, Sufi, let op. Dennis heeft dus verteld dat iemand anders dat gedaan heeft. Stappie, kapies. Ja, nee, nog steeds niet. Oké. Okay. Maar goed, hij heeft dus verteld dat iemand anders dan Dennis, ja? En dan zeg jij, en die pedofiele maatje van je Jan Roos. Ten eerste, het is dat pedofiele maatje. En niet die pedofiele maatje. En daarbij, nou als het toch godverdomme eentje niet pedofiel is, dan ben ik het toch wel. Ik heb liever een ingereden fiets dan zo'n meisje die een beetje van die angstige oogjes kijkt van... Oh, je doet me toch geen pijn, homie Jan? Ja, natuurlijk doe ik je pijn. Nou, dan is dat duidelijk voor onze rapper. Wat mij altijd opvalt is dat mensen met een migratieachtergrond in Nederland vaak moeite hebben met lidwoorden. Die, dat, de en het. Waarom verloopt dat zo moeilijk bij dat publiek? Ja, dat weet ik niet. Het schijnt te zijn dat die mensen daar erg last van hebben. En een heel klein gebiedje in Nederland, dat heet Glanenbrug. Daar kunnen ze ook niet echt heel veel met de Nederlandse taal. Ja. Kun je nou iemand aanspreken als een Nederlandse taal? Nee, ja, maar ik zou nooit zeggen die pedofiele maatje. Dat zou ik nooit zeggen. Nee, dat is wel waar. Maar dat komt ook omdat je weet dat ik niet die pedofiele maatje ben. Je kan toch niet van mij zeggen dat ik een pedofiele maatje ben? Ja, ik hou je altijd de hand boven het hoofd. Ja, dankjewel, Dennis, dankjewel. Gaat lekker, hè, met een iPadje. Ja, dat is allemaal... Heb je daar een gebruiksaanwijzing nog niet gelezen? Nee, dat is allemaal wel nieuw. Dames en heren, ik heb een belangrijke mededeling van alle slachtoffers die Dennis Schouten heeft gemaakt. Dennis, wat ben je er toch eentje, jongen? Hey, dat kan je toch niet maken, meisjes van 13 en 15 jaar betasten. Mogo? Hè? Vind je dat normaal of zo? Jongens, iedereen die deze filmpje deelt en liked, en maakt niet uit, deel het overal waar je maar kan delen. Ja, bij genoeg likes en genoeg videoweergave, ja, dan ga ik naar Dennis Schouten. Dennis, je hoort het goed. En dan ga ik hem een klap geven op de video, ja? Nou, hij snapt het dus nog steeds niet. Nee. Hij denkt nog steeds dat jij de pedofiel bent. Ja. Maar dat is niet helemaal waar. En dan begint hij te lachen en opeens begint hij heel hard te schelden. Ja. Dat is ook redelijk bipolair. Nee, maar ook dat je op een gegeven moment zegt, deel dit en als het genoeg views genereert, dan ga ik iemand slaan. Ja. Dat is toch het... Dat is redelijk achterlijk. Dat is heel redelijk achterlijk. Sufi Rich. Ja, laat ik me dan als Nestor van dit programma maar gelijk tot je wenden. Ik heb een strafblad wegens geweld. Dus als jij heel graag mijn vriendje Dennis een klap wil geven, doe dat even als ik erbij ben. Want het maakt niet zoveel uit als er nog één geweldsincidentje bij komt. Oké? Okay? Mooi. Maar dit is toch wel een heel achterlijk type? Nou, ik heb net al opgenoemd. Als jij een rapper bent, je doet alsof je Marokkaan bent en je komt eigenlijk uit Bulgarije en je doet heel erg gangster terwijl je in Groningen woont, dan ben je al inderdaad totaal achterlijk. Nou, als je niet dat deze nog steeds niet helemaal begrijpt, ben je ook nog redelijk achterlijk. Als je dan een kut verhaal niet begrijpt, dat
niet jij, maar iemand anders de pedo is, ben je ook helemaal achterlijk. Dat je dan met geweld gaat dreigen, op beeld, lijkt me ook niet heel erg verstandig. Maar dan kun je wat vertellen, Sufi Rich. Wat is dat voor kutnaam, Sufi Rich? Hij doet ook trouwens dat hij rich is, want ik heb even bij die natnek even op zijn Instagram gekeken. En dan staat hij naast de Ferrari van iemand anders en dan zegt hij iets van, lekker man, geld maakt wel gelukkig, weet je. Alsof het zijn auto is. Ja. Nou, maak even een foto als je erin zit, vriend, niet als je ernaast staat. Staat gewoon geparkeerd ergens. Man. Maar goed, gaat het even niet over. Waar het nu even over gaat is het volgende. Hij noemt mij pedofiel. Nou, ik kan aangifte doen, dan is hij al de lul. Hij is met geweld aan het dreigen. Ja. Kun je aangifte doen, is hij al de lul. Dat ga je toch niet filmen en dan uitzenden? Hoe fucking dom ben je? Maar goed, hij ging nog even verder. Voor de camp. Ja, speciaal voor iedereen die hem nu haat. Ja, omdat iedereen weet dat hij en samen met Jan Roos een vieze pedo zijn. En kinderen betasten bij de zwembad. En bij de kindertalentenshow. We hebben nog nooit bij een kindertalentenshow gezeten. Nee, ik heb een ekel aan het zwembad. Ik weet niet of jij er vaak komt. Nee, want ik vind het verschrikkelijk. Zwembaden. En weet je waarom ik het verschrikkelijk vind? Namelijk, komt die. Omdat er kinderen zijn. Ik heb namelijk een bloedhekel aan het gegil van al die klote kinderen. Ja. Dus ik ben wel een hele waardeloze pedofiel, is mijn vraag. Als ik liever niet in de buurt kom van kinderen. Ja, dan zeg, ja, dat is echt een pedofiel die ongelooflijk hekel aan kinderen heeft. Want die maken een tering lawaai. Niet te geloven. Dus, nou ja, goed. In het zwembad, talentenjacht. De zwembad. Maar dat gaat dus over iemand anders. En maar dit zijn van die types, die zijn vroeger door hun vader in elkaar geslagen. Die vader zit nu weer in Bulgarije. En die moeder zit in zo'n armzalig fletje. En die vent voelt zich helemaal in zijn Fiat Cinquecento helemaal het baasje. En dan word je bedreigd met dingen die niet waar zijn. Hele zielige types. Dit is ook diezelfde die toen naast Alex Soze zat en het mooi vond dat Peter R. de Vries was doodgeschoten. Oh, dat is die manier. Dat was dit varken. Oh, wat een smaakvol heerschap. Nou, hartstikke leuk. Nou, Sufi Rich, mocht je ooit een keer uit Groningen komen, dan zien we je komen. Ja, interessant. Varken. Dan gaan we nu naar een exclusief verhaal. Oh. Je vindt het ook mooi, hè? Ja, dat is mooi. Ja, nee. Ja? Hiervoor nemen we nog een slokje van die bocht. Ja, want we hebben echt onderzoek gedaan. En ga er maar van achterover zitten. We gaan naar Pont. Wat een kut omroep is dat. Ja. Wat die walgelijke man, Dominique Weesie. Walgelijke man. Ja. Maar Dominique vindt, hè, Dominique werkt natuurlijk keihard op de redactie. Die doet iedere dag alles daar. Doet geen reet. Die is altijd keihard bezig en op een gegeven moment dacht Dominique, het kan allemaal wel iets minder. Ik neem een stagiair. Handig. Stagiair handig, die kan mooi helpen met redactionele dingetjes verzingen, toch? Ja, en toen dacht Dominique, ik wil ook niet de eerste de beste. We nemen een meisje die op HBO, het vierde jaar op HBO zit. Ja, dus iemand die wat kan. Ja, iemand die wat kan, die bijna afstudeert. En dan denkt Dominique ook natuurlijk, dan kun je een man nemen. Maar Dominique heeft liever een meisje. Ja, die dacht natuurlijk na Vera, je weet het nooit, misschien weer een triootje met Annemiek de Liploze. Ja, precies. En nou, van het een naar het ander, daar kwam een meisje. Uit Volendam gehaald, och, lekker in de buurt. En dat zijn altijd leuke meisjes. Nou, wat is er nou gebeurd? Dat meisje is daar binnengekomen. En dat meisje heeft haar logboek moeten bijhouden. Haar eerste dag liet zien wat er is, moest een stageplan schrijven. Mooi. Ze moest een digitale handtekening maken en e-mail regelen. Nou, dat is natuurlijk al het begin. Wat heeft ze toen voor de rest van de dag gedaan, van 10 tot 12? Niks. Nee. De volgende dag komt ze aan op het werk. Wat heeft ze gedaan? Niks. Nee. Vervolgens moest ze een geluidsinstallatie regelen. Wat heeft ze vervolgens een uur lang gedaan? Niks. Niks. Nou, en toen moest ze uitzoeken waar een podium kon huren. En toen heeft ze weer 2 uur lang niks gedaan. Ja. Nou, toen de volgende dag weer niks. En de volgende dag moest ze een vergunning regelen voor een podcast. Nou, volgens mij heb je er helemaal geen vergunning voor nodig. Nee, dus ook weer niks. Later van die dag van 1 tot 5 niks. Nou, gaan we door naar de vrijdag. Komt ze aan, batterij gehaald bij de praxis. Ah, dat is lekker. Toch wel een lekker klusje. Even voor de praxis, batterij. Ja, wel lekker, ja. Ja, ja, ja. Waar zou Dominique batterijen voor nodig hebben? Nou, ik denk dat Annemiek batterijen nodig had. Ja, nou, dat zou ook kunnen, ja. Nou, daarna fiets opgepompt. Fietsbanden opgepompt. Lekker man. Lekker, ja. Lekker klusje. Daarna beschermcase besteld voor drones. Hm. Ja, Dominique vliegt graag met drones voor zijn hobby, dat weet ik nog. Daarna koffiezetapparaat gereinigd en schoongemaakt. Dat was het. Ja. Dat was een dagje weer. Ja, dat was weer een dagje. Volgende week
heeft ze niks gedaan. Ze was te lunch laat gehaald. Trein. Ja, de trein. Toen heeft ze inderdaad lunch gehaald voor de zakenmannen die aan de vergadering waren. Nou, die zakenmannen die altijd komen, dat is die raad van toezicht. Oh ja, dat alle vrienden van Dominique. Ja, dat komen alle vrienden van Dominique. Alle vrienden van Dominique, zodat er namelijk geen kritisch geluid uitkomt. Ja, en dan zeggen die vrienden, die doet het hartstikke goed. Ja. Nou, die heeft zij een lunch voor gehaald. Oh, lekker. Toen heeft ze vervolgens van 3 tot 3:30 de Albert Heijn boodschappen uitgepakt en een aantal keer de deur geopend. Ah! Ja, bravo! Ja. Wat een mooie stage. En het mooiste vind ik nog, daaronder staat vanaf binnen een auto opengeklikt voor de cameraman en weer dicht gedaan. Bliep bloep! Ja! Bliep bloep! Nou, 4 jaar HBO, snap het? Oh, ja, het ja, en dan de slager, bakker, niks. Sigarettenpaal schoonmaken, oh, ja, niks. Rokpaal schoonmaken. Ik moest sigaretten uit een paal halen en in een tas stoppen. En toen weer van 3:00 tot 2:03 vanaf boven een auto opgeklimmen. Riep, riep. Riep, riep. Ja, en dan aan het laatste heeft ze een cadeau uitgezocht voor de secretaresse die weggaat. Ja, en toen was de maat vol, toen is ze opgestaan en heeft ze gezegd, krijg allemaal de tering, ik ga weg. Ja, moet je nagaan, moet je nagaan, hè. Hoe dat hele bedrijf geregeld is. Dat meisje is dus gewoon slaaf van Dominique Wezy. Dus Dominique zegt, ja, ik wil nu die salami. En dan moet zij, ja, maak mijn sigarettenpaal schoon. Dat is toch verschrikkelijk. De stagiaires zijn geen lijfeigenen die je vieze klusjes kan laten doen. Die moet je een vak proberen te leren. Maar ik begrijp wel dat niet gebeurt. Want vrijwel iedereen die erin zit, in dat hele bedrijf, die kan niks. Nee. Niemand kan wat. Nee. Want het probleem is, als je wat kan, dan ga je er weg. Ja. Dat is een gekkenhuis. Ja. Het is ongekend. Maar goed, ik zal je wat vertellen. Volgens mij mag dit niet van de wet. Nee, dit mag niet van de wet. Dus vervolgens zijn er ook... Nee, maar wat er toen is gebeurd, zij is weggegaan. Toen kreeg ik een bericht van iemand die ik dus niet kende, van een meisje. Ik denk, nou, dan bel ik altijd graag. Dus toen zegt ze, ja, heb jij nog contacten binnen Poont? Ik zeg, nee, ik ben daar weg. Nou, dat dacht ik al, zegt ze, ja, ik wil heel even wat met jou delen. Ik ben zojuist opgestapt, omdat ik dit, zus en zo moet doen. Nou, dat meisje was helemaal in tranen, want ze zegt, nou, ik doe HBO 4. Ik wil heel graag de opleiding afmaken, wil ik daarna iets in redactie, productie, iets in de media gaan doen. Maar ik ben daar helemaal uitgebuit. Ja. Nou, toen heeft ze die foto's doorgestuurd van die rookpaal vervolgens, nadat ik erom vroeg. En een heel logboek, die ze moest maken van een school. Nou, wat is er nou gebeurd? Die school die heeft de gehele opleiding waar zij op zit, die heeft Poont op de zwarte lijst gezet. Die mogen nooit meer een stagiair in dienst. En ze hebben bij de NPO een verzoek ingediend dat er een onderzoek moet komen naar hoe het daar reelt en zeilt binnen de omroep. Je kan me altijd bellen. Ja. Ja, daar hebben wij nog wel wat over te vertellen. Ja, wel maar. Maar vervolgens vroeg ik ook aan haar. Ik zeg maar, hoe was het daar op de omroep? Nou, zegt ze, wat ik wel bijzonder vind, iedereen wat ze kende de namen niet eens. Zo kort was het, dus is er een week geweest. Ja. Iedereen is bang voor de man met de krul. Och! Ja. Voor, hoe heet hij ook weer? Ja, Dominique. Ja, nee. Wesy. Nee. Ja, Casey. Nee, die naam. Lacey. Nee, die vorige week niet geweest, of 2 weken ervoor, of 3 weken Mussolini. Ervoor. Mussolini. Der Führer, Dominique Wesy. La la la. Ja, ja. Ja, dus de harde steerste uitscultuur. En wat opmerkelijk is, zegt ze. Ik zeg maar, hij zit toch de hele dag in dat glazen nog? Ja, zegt ze. Hij zit met de voetjes op tafel de hele dag. Dumpert filmpjes te kijken. En als hij dan heeft gerookt en dat heeft uitgedrukt in die paal, dan moet zij met een tasje die peuk uit die paal halen, of brood halen, of salami voor die gek. Ah, het is toch eigenlijk verschrikkelijk. Ik zou me schamen als ik Dominique was, maar, ja, maar hij vindt dit mooi. Die man kent geen schaam. Die kent geen schaam. En het mooiste is, want dan hebben we ook weer een absolute scoop. Ah, ja. Daar komt die. Vera is weer terug. Yep. En die zit de hele dag bij hem op hok. Goh. Ja. Vindt Annemiekje dat wel leuk? Want Annemiekje is nu verloofd natuurlijk met Dominique. Ja. En dat lijkt me toch niet leuk dat die, dat zeg maar het onderdeel van het trio dan de hele tijd bij je man in de rookruimte zit. Ja. Dus ik dacht, nadat ik dit heugelijke bericht had gehoord, heb ik natuurlijk hoor en weder. Ja, wij zijn toch ook een journalistiek programma of wat? Toen heb ik een berichtje gestuurd naar Dominique. En? Het persmannetje. En geen reactie. Nou ja. Dus ik heb ze de kans gegeven om hierop te reageren. Maar we hebben hier gewoon het logboek volledig liggen van dat meisje. Stagiair, getraumatiseerd, weggegaan. Ja, kapot gemaakt. Een van de honderden mensen die daar kapot zijn gemaakt. Meisje van 19. Ja, ben je er trots op, Dominique? Dat denk ik niet, toch? Maar ik denk het wel, trouwens. Ja, ja, ik denk dat hij dit nog vindt mooi hij lekker ook. Dat vindt hij nog mooi ook nog. Dat hij... Maar laten we nou gewoon heel eerlijk zijn. Even publieke omroep, ze mogen er nu altijd in blijven. Ook al lopen alle leden weg. Kan dit allemaal? Dit kan dus allemaal? Nee, het heeft nooit gekund. Alleen... Maar is er dan niemand die nu een keer denkt van, nou, nu na zo'n logboek zwart of wit, dat iemand eens een keer... Nee. Kijk,
Zij zijn natuurlijk van, ze waren een beetje recalcitrant toen ik daarbij begon. Was een beetje het puberale rechtse neefje van de NPO. En ze zijn nu helemaal mainstream, links lulkoek. Met meisjes die het hebben over Black Lives Matter en ongesteldheid. Het is helemaal, och, multicultureel, helemaal toppie. Het is helemaal, ze zijn totaal opgenomen. Dus waarom zou iemand hun iets aandoen? Ze zijn toch juist van een soort oppositie af. Ze zijn er gewoon omgekocht. Deze mensen zijn omgekocht. Dus die kunnen doen en laten wat ze willen. Die kunnen zich misdragen. Die kunnen mensen uitbuiten. Het maakt geen moer uit. Die hebben carte blanche gekregen van de NPO. Omdat ze onderdeel zijn geworden van de rest. Namelijk linkse lulkoekverkopers. Ja, zo is het. Ja, nou, dan kunnen we alleen stagiairs waarschuwen. Als je ooit een stageplek zoekt. Dit is je toekomst als je naar Poont gaat. Maar als je dit ook ziet. Dit is toch ook gewoon. Dat meisje heeft de hand zwart van de as. Omdat ze die smerige paal van Dominique heeft leeggehaald. Het is toch schandalig. Ja, het lijkt me sowieso een hele smerige klus om de paal van Dominique leeg te halen. Ja. Maar goed, Vera vond het geen enkel probleem. Nee, ik zei ook tegen haar, heeft hij niet zo'n voorstel aan jou gedaan? Ja. Nou, dat was nog niet het geval. Oh, maar, dat is meestal na 3 weken. Ja, dat is na 3 weken, dus dat heb je nou gemist. Maar ja, nou, wil je nog wat zeggen tegen Dominique naar deze actie? Nee, met een walgelijke man. Dan gaan we naar een vriendin van mij, Sandra IJsbrandy. Wie? Dat IJsbrandy. Wie? IJsbrandy. Ja, wie? Ik ben toch niet doof? Ik vraag wie het is. Dat is diegene die met mij meeging bij Expeditie Robinson. Oh, de blanke wijf. Nou, daar moet ik dus wel even wat over zeggen. Hè? Kijk, nou, nee. Jij kwam in die optocht, in die karavaan, met die verschrikkelijke valse trompetmuziek. En toen liep jij met je handen in je zakken naast de manke wijf. En dat was toch IJsbrandy? Ja, zij liep inderdaad een beetje mank. Maar ik ben nu goed bevriend met haar. Ach, wat leuk. En ik heb van de week met haar wijntjes gedronken bij haar in de tuin. Leuk. Samen met ons management. En, oh, jullie zitten allebei met Marco Kroon, hè? Maurice. Marco, dat is toch geen... Die Marco is crimineel, joh. Houd er op. Maar nee, man. Die heeft de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Ja, maar die heeft ook een boete gekregen van wildplassen. Ja, nou wildplassen, dan ben je toch geen crimineel? Ja, en omdat hij iemand erin voorstelt. Ach, een klein kopstootje. Foutman is niet te ver geleken met Maurice Kroon. Nee, die snuift altijd poppers met... Jan! Wat? Daar moest ik nog over zeggen dat het niet waar was. Maar goed, het gaat nu om wat anders. Maar nobody cares about Sandra IJsbrandy. Jawel. Oh. Zij is nou een grote dame, nu ze zoveel furore. Grand dame. Nu ze bij Expeditie Robinson het heel goed doet. Ik heb het nooit meer gekeken sinds jij eruit bent geflikkerd. Of uit bent gestapt. Sorry, uit bent gestapt. Ja. Dat zal. Maar ik kijk wel en Sandra is een goede vriendin. Ik ben in ieder geval blij dat Diantha Brooks wint en niet het manke wijf. Want ik vind het een vervelend mens. Sandra IJsbrandy... zit bij Sofie Hilbrand, bij het nieuwe televisie. Ach, jezus, de ene zure muts bij de ander. Nou, vertel. Nee, Sandra komt met een mooi verhaal. Oh. Ja. Wat vind jij er nou van, politiek gezien, dat de overheid dus niet wil zeggen... je moet eigenlijk voor het klimaat minder vlees eten? Ja, ik vind dat gewoon een gemiste kans. Ik vind het echt zonde. Ik bedoel, het is inmiddels aangetoond vanuit heel veel verschillende hoeken... dat een duurzaam dieet voor 80% plantaardig is... en voor 20% dierlijke producten bevat. Als het gaat over de gezondheid van mensen, bedoel je? En dat is goed voor de natuur, voor het klimaat en voor de eigen gezondheid. En denk helemaal in deze periode met corona, pandemie en zo... gezet ook in op preventie. Weet je, alleen ik vind het ook heel truttig klinken... als ik Rutte over zijn biefstukje hoor en ploemen over de gehaktbal. Denk, we hadden een Nederlandse tuttigheid. Maar er zou wel een statement afgegeven kunnen worden. Want het is wel degelijk zo dat als wij heel veel vlees blijven eten... bewerkte voeding, fabrieksproducten kopen... dat dat gewoon niet goed is voor het klimaat. Niet goed voor de natuur en niet goed voor onze gezondheid. Ben je het eens, jawel, dat er toch wel meer aandacht voor zou moeten zijn vanuit de politiek? Nou, dat is niet interessant. We hebben Sandra natuurlijk al gehoord en het gaat om Sandra. Minder vlees, Sandra... Nou, is... ik zal je even wat vertellen wat ik hiervan vind. Kijk, die Sandra, ik ken de wijfie niet. Het zal me wel. Die kookt graag zonder vlees. Moet ze zelf lekker weten. Ze is vegan. Nou, in zin me geen ene hol. Ze vegan is of niet. Den, gaat je... Gaat je wekker af? Den, kijk op je horloge even. Kijk even op je horloge. Ja, ik ga verder. En? Nou, die doet het niet. Ja, omdat je hart... Ja, je hart is stil. Je staat stil. Gaat het? Ga verder. Aven!
Ja, flikker nou even op. En dan gezeik van de overheid. De Sofie Hildebrand. Met de ongewassen. Dat is allemaal een act, hè. Met een vieze ongewassen haar. En ik ben lekker onverzorgd. Ik ben lekker onverzorgd. Hartstikke leuk hier dat je onverzorgd bent. Maar even het volgende. Moet de overheid niet ingrijpen dat mensen gezond gaan eten? Minder vlees. De overheid moet zijn grote smoel houden. Mensen moeten zelf bepalen wat ze willen eten. En of het gezond is of niet. Daar gaat de overheid toch helemaal niet over? Wat krijgen we nou? Wat heeft de overheid nou te maken met wat je eet, ja of nee? Nou, ik zal je vertellen, geen ene reet. De overheid heeft daar niets mee te maken. En als je op een gegeven moment denkt van, nou, ik wil helemaal geen groente eten en geen fruit eten. Ik wil alleen maar frikandellen eten. Dan moet je dat lekker doen. Want wij wonen toevallig in het Vrije Westen. Dan mag je vreten wat je wil. Het voordeel daarvan is, als je alleen maar frikandellen eet, ga je heel snel dood. Zijn we heel snel van je af. En we hebben overbevolking, dus doe dat vooral. Ja, maar Sandra vindt gewoon dat de overheid iets meer met veel vlees is ongezond. Maar goed, jij bent natuurlijk de laatste. Sandra moet zich er niet mee bemoeien, want wij zijn... Sandra is kok. Oh, jeetje, die is kok. Nou, dan mag ze wel vertellen wat ik wel en niet eet. Nee, maar zij kookt ook bij Max. Wie is Max? Omroep Max. Oh, maar ik zal je even wat vertellen. Kijk, je hebt bijvoorbeeld vleeseters, dat zijn... Carnivoren. Heel goed, en dan heb je groenteeters, dat zijn... Ja, vegans. Herbivoren, ja. Ja. En dan heb je ook een groep zoogdieren voornamelijk. Die eten allebei, dat zijn... Ja, weet ik veel. Omnivoren. Dus wij zijn biologisch gezien gebouwd om zowel groente als vlees te eten. En dan komt dat manke wijf even vertellen dat ik de helft van mijn dieet moet laten staan. Krijg jij even lekker de tering? Nou, dan heb ik nu een exclusief verhaal. Want ik heb dus met Sandra en Maurice in de tuin gezeten. Het was een hele gezellige, warme middag. Warme vrouwen. Dat is echt een vrouw die had ik graag als moeder willen hebben. Maar... Ja, ik denk alleen niet dat ze jou graag als zoon hadden willen hebben. Nou ja, dan hebben we niet. Nou, zij... De eerste uitzending van Expeditie Robinson zei ze... Ik kies jou niet, want ik kies voor positief en niet voor negatief. Ja, maar daar is ze op te gevolgd. Nou, dat heb ik nooit gezien of gehoord. Je zou mij vertellen. Ja. Was Maurice bij. Ja. En... Maurice de poppenkoning. Hou nou op, ik moet dat rectificeren. Maurice neemt geen poppers. Dat is niet waar, dat heeft hij wel gedaan. Nee. Met jou? Nee. Jawel. Nee, dat heb en ik ook nooit met die homofiele kok. Dat heb ik nooit gezegd. Ja, heb je wel verteld. Nee, dat is niet waar. Hoe heet die nicht ook weer, die kok? Dat zeg met dat rare haar en brilletje. Jij? Nee. Jij hebt ook rare haar en een brilletje. Ja, maar ik ben geen homofiele kok. Nou, dat had zomaar gekund. Dan tijd voor een absolute scoop. Dat wordt tijd. Ja, want Veronica Inside, dat is al bekend. De bedoeling is dat zij iedere dag op tv weer gaan. Net zoals bij de Oranje Zomer van maandag tot en met vrijdag. Iedere dag een talkshow met Johan, René en Wilfred. Maar er is nu al homeless. Er is nu al ruzie achter de schermen. Oh, dat vind ik altijd leuk. Ja, vertel. Ja. Heeft het met Wilfred te maken? Ja. Wat heeft de lady chef nou weer uitgevreden? Nee. Nou, wat is er aan de hand? Het gaat nu om geld. Want iedereen wil nu hetzelfde verdienen nu ze net zo vaak op tv komen. Hetzelfde als... Wilfred. Ja, Wilfred. Wilfred verdient nu 1,2 miljoen. En de rest verdient ongeveer 6, 7 ton. Wat ook best wel veel is. Ja. Maar dat is natuurlijk niet in verhouding. Je wil dan allemaal hetzelfde verdienen. Dus ik werd gebeld. Ja, maar luister eventjes. Als je naar het programma kijkt, is Wilfred toch gewoon een beetje de aangever en de rest maakt de show. Zeg maar een beetje zoals hier. Ja, de tijd dat ik Wilfred complimenten geef is voorbij. Oké. Je hebt gelijk. Maar goed, ik werd dus gebeld door iemand dicht bij het vuur. Ik kan helaas de naam nog niet geven, maar die wilde van mij weten, wat verdient Wilfred nou eigenlijk? Dus ik denk, nou, hoe wil ik dat weten? Nou, we zitten ook een beetje aan het kijken met de rest, wat die moeten vragen, et cetera. En wat dus wel een smerige streek is van Wilfred. Afgelopen maandag liep bijvoorbeeld René van de Grijp naar Wilfred toe. En die zei tegen Wilfred, wat zou ik nou moeten vragen? Want er moeten nieuwe contracten komen, die ja, twee dagen. Ja. Toen zei Wilfred, nou, met 8 ton zit je wel erg goed. Terwijl Wilfred zelf nu al op 1,2 zit en naar 1,5 wil. Oh. Ja. Dus er is nu al homeless, want nu weten ze van elkaar ongeveer wat ze verdienen. En dat Wilfred dit niet helemaal eerlijk uitspeelt. En zelf met een heel grote zak geld er vandoor wil. Maar wacht even. Dus Wilfred, die gewoon een beetje de boel aan elkaar kletst. En dan zeg, de voorzetjes geeft aan Grijpen en oude Johan. Die pakt 1,5 miljoen en die vindt dat... Die pakt nu 1,2. Ja, maar die gaat meer verdienen natuurlijk. Nou, ik denk niet dat Lily het goed vindt als die iedere dag weg is. Ja, nee, Lily Putty die wil dat erbij komt. Die wil dat er geld bij komt.
Maar dus de mensen die de show maken, die moeten bijna de helft verdienen. Ja, dus er is nu achter de schermen is er al wat gedoe. Dat wordt pijnlijk. Op zich wil iedereen die show maken, maar iedereen wil gewoon ongeveer al dan niet hetzelfde verdienen. Dat Wilfred daar nog wat bij verdient voor die radioshow is prima, maar voor die show wil iedereen hetzelfde zitten. Wilfred deed altijd de onderhandelingen. Maar zowel Johan als René hebben nu tegen Wilfred gezegd, dat ga jij niet meer doen. Dit is echt een hele dikke scoop. Ja, Wilfred mag dat niet meer doen. Dat doet nu die, hoe heet die Jansen of zo? Of hoe heet die, zo'n fan, zo'n makelaar, zo'n vriend van René van der Gijp is dat. Ja, het is een minder sterk onderdeel van die show. Maar er is iemand die nu onderhandelt voor... Jan Jansen. Nee. Ze zou het wielrennen. Ja. Rob Jansen. Ja, Rob Jansen. Hé? Ja. Niet? Ja. Dat is een spelersmakelaar. Ja, die doet nu de onderhandelingen. Oh! Ja. Oh. Die doet nu de onderhandelingen voor in ieder geval René en waarschijnlijk ook voor Johan, want ze vertrouwen dat niet meer aan Wilfred toe, die dus heeft gelogen over wat hij verdient en zelf meer wil verdienen dan ander. Want nu weet ik ook weer, iedereen wil op zich wel vaker een show, maar Lily niet. Lily vindt dat vreselijk als Wilfred vaak van huis is. Lily Putty. Ja. Dus Wilfred moet ook wat aan Lily hebben te bieden, mocht dit kunnen van Lily. Maar anders gaat Lily bij hem weg. Ja. Nou, dus dat is nu het verhaal. Nu ben jij hier voor de opinie. Heftig. Maar ik vind het, moet ik eerlijk zeggen, wat ik heel raar vind, is dat Wilfred dus denkt dat hij beter is dan die andere mannen. Dat hij dus denkt dat hij de show maakt. Maar als er iemand vervangbaar is in die hele show, is het Wilfred. Nou, het probleem is vooral is dat Wilfred de enige is die slim is met geld. Wilfred heeft natuurlijk ook heel veel appartementen en zo die hij verhuurt. Die is alleen maar bezig. Die heeft een pannenkoekenhuis in Soest. Die heeft allemaal dingen die hij verhuurt. Sterker nog, ik heb wel eens een raar verhaal gehoord als Wilfred een appartement verhuurde en er zat toevallig een vrouw in die dan de huur niet kan betalen. Dan kon het ook anders opgelost worden en ik had het graag helemaal verteld, maar ik heb er nog geen concreet bewijs van. Nou ja, dat is laatst een meisje die zich met zo'n verhaal heeft gemeld, ja. Ja? Ja. Dus, de landlord even... Zij is er niet op ingegaan, zij is uit die woning gegaan. Omdat ze niet... Ik kan dat verhaal kan ik niet bevestigen. Maar, uit eerste hand, boze tongen beweren. Heftig. Maar ik denk dat Lily Putty dat ook niet leuk vindt om te horen. Nee, maar Lily Putty krijgt als het goed is straks weer meer geld. En dan is het weer goed. En dan kan Lily weer met veel of voeden aan de slag. Ik geloof niet dat daar veel geld wordt verdiend. Nee. Dat kost geld. Wilfred heeft nu overigens wel het eerste voor elkaar gekregen. Want altijd moet alles gebeuren wat Lily wil. Maar nu heeft Wilfred ook iets voor elkaar gekregen. Vertel. Lily mag niet meer omgaan met Rogier. Oh, echt? Ja. Met onze Rogier? Ja. Leuk! Maar want Lily wou naar Friesland toe om Rogier te redden en te helpen. Tijdens de hamburgers flippen. En toen heeft Wilfred gezegd, nu ben ik er klaar mee. Dat gaan we niet meer doen. Heb ik allemaal gehoord. Jeetje. Boeiaka! Daar gaat hij. Je hebt Boeiaka! Oh, Madoki in the house, joh. Koop ze een nieuwe serie. Een nieuwe plaat. Hoe heet het? Heeft ze weer muziek? Zeker. Maar die heeft zich een tijdje geleden. Hé, man, super dun gestoven. En gezopen. En daarmee veranderde alles. Ik doe er nog op, man. Ja. Ik had nooit verwacht dit ooit te zeggen, maar. Gaan al die sterren Gordon achterna. Ver, ver weg van hier. Don Sophie en walgelijke man Dominique. Ik had nooit verwacht dit ooit te zeggen, maar hopelijk gaan al die sterren Gordon achterna. Ver, ver weg van hier. Don Sophie en walgelijke man Dominique. Voor de topics deze week moet ik echt Lazarus. Gordon weg met de plane naar West-Azië. Pop de champagne, ben in de feeststemming. Heen ben jij en verdwenen, vol nog steeds mijn planning. Ik kan niet zeggen dat de peep begrijpen moeilijk is. Tenzij je door het leven gaat als Sufi Rich. Dan heb je al moeite met begrijpend lezen. Dan lijkt het alsof alles Japans is beschreven. Dre Hazes deed op Insta interessant. Natuurlijk is het weer verkeerd in dit kikkerland. Als je wat woorden wil lenen, man, ik ben niet zunig. Leer ik je leeuwwaardes of katteer vieske dumpjes. Terug naar de kern, want ja, waar gaat het om? De poot niet weg en Dominique is lomp. Tenzij je in peuken rapen carrière ziet. Je baas met je derrière, please. Ik had nooit verwacht dit ooit te zeggen, maar hopelijk gaan al die sterren Gordon achterna. Ver, ver weg van hier. Don Sophie en walgelijke man Dominique. Ik had nooit verwacht dit ooit te zeggen, maar hopelijk gaan al die sterren Gordon achterna. Ver, ver weg van hier. Don Sophie en walgelijke man Dominique.
denk dat Dominique er blij mee is. Dat denk ik ook. Dominique is blij met elke vorm van aandacht. Ik moet eerlijk zeggen dat Madoki weer uitstekend werk heeft gedaan. Dit is toch de absolute, ik zou je vertellen, ik vind dit de absolute nummer 1 rapper in Nederland. Ja? En dat doe ik niet alleen omdat Madoki bij ons hoort en dat hij één van ons is. Ja. En omdat wij een superhit met hem hebben gemaakt. Ik denk dat dit een van de beste rappers van Nederland is. Die staat daar echt aan de top met Soefjerits. Soefjerits heeft niemand van gehoord ooit. Die kan helemaal niks. Maar Doc. Maar boy. Maar Doc. Koop zijn nieuwe plaat. En abonneer je op zijn Instagram en op zijn YouTube. En die nieuwe plaat. Ik moest iets zeggen over die nieuwe plaat, maar ik weet niet. Sorry, maar Doc. Ja, dat is lekker dan voor. Ja. Volgende week nieuwe kansen. Maar dan gaan we nu naar het reclameblokje. Oh, het reclameblokje. We gaan centjes verdienen. Eigenlijk centjes verdienen. Yes, yes, yes. En dat is ook nodig ook voor die godverdomme die dure advocaat, zeg. 26 ruggen. Jezus Christus. Echt, ik heb geloof ik een week niet kunnen slapen. Naar die mag rekening. Ik de advocaat nu persoonlijk aanvallen? Nog niet. Want nog niet, nog niet. Maar echt in ieder geval, niet? Nee. Tijd voor het reclameblokje. Dan gaan we nu naar het stuurdoorscollectief. Ah! Nee. We beginnen bij onszelf. Oh. Ja. Want zoals je ziet, wij doen investeringen voor het programma. En dat is een advocaat. Mag ik vertellen hoeveel die heeft gekost? Dat heb je net gedaan, toch? €26.000. Dat doet zo vreselijk veel pijn. En dat vind ik niet leuk, want hij zou tussen de 10 en 15 kosten. En nu kost het 26.000 euro. Het probleem is een beetje als volgt. Dat jij geen afspraak vooraf op papier hebt gemaakt. Ook dat. Maar de advocaat zei tegen mij, luister vriend, deze zaak kan je niet verliezen. Dus toen heb ik de duurste en de beste genomen. En het klopt, we hebben die zaak inderdaad niet verloren. Want we waren inderdaad oorigmatig door die tyfusleiers van de televisier eruit gemikt. Het probleem is alleen dat de rechter heeft gezegd dat het inderdaad onrechtmatig is, maar dat we voor de rest niks krijgen. Normaal, als je gelijk krijgt in de rechtspraak, zeggen ze, u heeft gelijk, het was onrechtmatig, dus de tegenpartij moet de advocaatkosten betalen en u krijgt dit en dit en dit en dit en dit. Bij ons was het, u heeft gelijk, maar u krijgt het is onrechtmatig, u kunt uw eigen advocaat betalen en u kunt verder de tering en de tyfus genieten. Alleen die advocaat betalen, dat deed een beetje pijn. Ja. Liever zeggen, dat doet verschrikkelijk veel pijn. Dus! Hebben jullie keihard nodig? Want we hebben zelfs nog geïnvesteerd in een iPad. Ik snap nog niet zo goed hoe die werkt. Nou, niet we, maar jij. Was je duur? Ja. Krijg je nog een tikkie? Ja. Nee, deze gebruik je ook privé, neem ik aan. Nou, daar komen we nog wel uit. Maar we doen alles voor jullie en doen dan ook een beetje voor ons. En dat is word donateur op roddelpraat.backme.org. En dan hoor je bij een ware familie. Warmte, liefde en intimiteit staat daar voorop. Maar ook... Maar heeft Dennis nooit gekregen thuis, hè? Krijg je een mooie mail van Jan. Zekers. Op donderdagavond om 6 uur glijdt hij in je doosje. En soms duurt het wat langer als dat tyfusprogramma het niet helemaal goed doet. De extra uitzending. Een compilatie van alle stukjes die niet helemaal in de reguliere uitzending zijn uitgezonden. Bij elkaar geplakt. Zo kan je lekker naar kijken en om lachen. En dat krijgen jullie omdat jullie ons steunen om dit programma te maken. En bijvoorbeeld Jan en Dennis doen dingen. En bijvoorbeeld Jan en Dennis in Mallorca. Maar of was dat nou niet door de Dornfus? Nou, die besteding aan de beter een andere... Maar goed, hij is nog allemaal... Nee, dat Jan en Dennis in Mallorca wat op moet zijn... Is natuurlijk door een bedrijf betaald, maar die wil eigenlijk niet dat we de naam nog noemen. Hè? Klopt. Maar die zijn boos, toch? Ja, die zijn boos. Ja, eigenlijk is het door GoFund gemaakt, maar GoFund vond het niet prettig in die zomerserie dat jij vertelde dat je tussen klootjesvolk staat, dat je beter geen koffer kunt meenemen nee. En dat je vervolgens op een van hun accommodaties bent gaan vechten. Maar goed! Ja! Ja, maar dat is het leven. En daarna belt Jan dan op. Zou je misschien ook kunnen zorgen dat we met tijdens de wintersport naar Tirol kunnen? Nou, daar zijn we nu mee bezig. maar dat vermakkelijkt de boel niet. Als je maar dat worden Jan en Dennis op Tirol. In. Ja, dag. Nu opeens in. Nou, als we op een berg zijn, wordt het op Tirol. Maar we gaan eerst naar de betalende adverteerders. Ah, we gaan naar het Stucadoors Collectief. Nee, Stucador Collectief, niet Stucadoors Collectief. Waarom godverdomme nou eens een keer mee op? Die mensen heten Stucador Collectief. En daar ga je nu wat over vertellen. Stucador Collectief
is een fantastisch bedrijf met hele fijne eigenaren en hele leuke, gezellige medewerkers uit alle windstreken van de wereld. Als die eigenaren bellen, dat je ook eens de telefoon opneemt. Ik neem gewoon onbekende nummers op. Oh ja, nou ga verder. Uit Djibouti, uit Tahiti, uit Dubai, uit Albanië, uit Roemenië. Overal komen die mensen vandaan. En niet alleen maar omdat ze heel leuk en gezellig zijn en lekker kunnen koken, maar ook omdat ze geen enkele reet kosten. Dus voor weinig kunnen ze bij jou herbouwen, verbouwen, opbouwen, doorbouwen. Laat ik spuiten, stuken, tuin aanleggen, keukens aanbouwen, badkamers opleuken. Ben ik iets vergeten? Nou, mijn vader, daar moest onlangs gestuurd worden, maar juist door de afkomst vertrouwde hij niet. Toen heeft hij voor een ander gekozen. Ja, maar je vader is een xenofoob. Nou, mijn vader heeft wel wat ouderwetse gedachten. Ja, klopt. Maar dat doet er even niet toe. Stukendoorcollectief.nl, fantastisch bedrijf, hartstikke leuk. En met hele leuke directeur, aardige man, aardig vent. Hoe heet hij? Kees. Roland. Ja, Kees is de tweede naam. Nee, flikker op. Je hebt gewoon weer te weinig interesse getoond. En dan gaan we nu naar het Zonnestroomcollectief. En verwatten. Godverdomme, de kudding weer naar binnen tellen. Nee, dat hoeft niet meer. Ja, zal ik het doen? Nee, dat hoeft niet meer. Nee? Ze zeiden dat ze het ook leuk vonden dat ze af en toe foto's op de achtergrond zagen in plaats van zo'n grote zwarte plaat. Ik kan hem wel even naar binnen tellen als je dat wil. Nee, maar dat willen ze dus niet. Maar je kunt iets doen wat de sponsor niet wil, maar dan mag jij op zoek naar een ander. Het Zonnestroomcollectief niet te verwarren met het Stucadoorcollectief. Ze hebben allebei collectief in de naam. Onbekend waarom. Wat het grote verschil is tussen het Stucadoorcollectief en het Zonnestroomcollectief is dat het Zonnestroomcollectief niet werkt met buitenlandse mensen. Wel zwarte zonnepanelen geplaatst door witte mensen met een autochtone achtergrond. Er loopt ook een homofiel bij. Zij helpen ook met de btw-teruggave. Oh, als je daar, ja. Dat is belangrijk. 21%. Ja. Beetje dus in zakkie. Ja, dus die krijg je dan terug. En als je meldt dat je via Roddelpraat komt, krijg je nog veel meer korting. Oeh, dus, netjes. Geweldig bedrijf. Laat ik iets even zeggen over zonne-energie, mag ik dat zeggen? Mm. Kijk, ik heb een broertje dood aan windenergie, omdat ik vind dat het landschap verneukt wordt. Ja. Maar in Nederland zijn er heel veel lelijke huizen. Echt heel veel lelijke huizen. En dan kan je best zo'n plaat opgooien op het dak. Ja. Ik vind alleen dat je het mooie huis dat niet moet doen. Of is dat niet wat mijn vader heeft ook van die platen op zijn dak. Nou, mijn vader heeft voornamelijk een hele grote plaat voor zijn harses. Maar goed, Jan heeft niet zo'n plaat op zijn huis. En dat is niet omdat Jan dat niet wil, maar dat is omdat Jan in een huurfletje zit. Ja, dat klopt wel, ja. 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 Goed. Dus dat steun op roddelpraat.bekmus.org. Kan ik misschien een keer ook een beetje in een normaal huis wonen? Ja. Of kan ik ook misschien een rukbunkertje in Almere Poort huren? Of kopen? Is kopen, hè? Dit is gekocht, dit. Godverdomme. Nou, dat was nog van mijn poonslaas. Ja, ik kan geen hypotheek. Ja, mogelijk, man. Ik kan geen hypotheek krijgen. Nee? Ja. Nou, misschien straks wel een stagiair. En ik Leuk. Heb nog wel wat sigarettenbeuken hier op balkon liggen. Goed. Zover de boodschappen. En dan denkt u altijd... Zo op de keuf. Kogelvrij. Pup. En dan denkt u wellicht, dan hebben we het beste gehad. Zeker niet. Nee. En zou deze week iemand te gast zijn? Ja, dat is die oude nicht van een Frank Jansen. Oftewel de oude billenmaat van Regier. Leuk! Smit. Maar daar kwam een klein probleempje tussen. Dus we gaan nu naar het laatste onderwerp. We gaan naar Frank en Rogier. Ja, ik doe het niet nog een keer leuk. Jawel, jawel. Als ik dat klokje van jou had gehad, dan zei hij stoppen nu naar hun huis. Of naar de EHBO. We gaan... Ik had het gevoel dat mijn ogen er bijna uitpopten. Jan, je moet even meedoen. We gaan weer voor een nieuw record. We gaan naar Frank en Rogier. Leuk! God, zal maar kraken. En dit was hem hoor. Oh. Frank Jansen woest op Dennis. Oh. En dat ben ik. Oh. Jan. Ja, op een gegeven moment, je hebt nu je moment van aandacht gehad. En dan moet oh, even aandacht in het tering, jongen. Ik heb terstond de migraine opgelopen. Door. Frank Jansen boos op Dennis. Leugenaar. Frank is woest op mij. Ja. Ja, ik heb dus vorige week verteld dat hij met regelmaat in elkaar werd geslagen door zijn ex Rogier Smit. En? Ja, hij zegt dat ik daar mijn duim heb gezorgd. Maar dat vind ik dus gewoon niet tof. Luister, ik ben daar bij een programma waar ik aan meedoe. Piep.
piep. En daarin komt iemand zelf weer met allerlei verhalen waarin hij vertelt dat piep, piep. En daarin komt die man dus met allerlei verhalen waarin hij onder meer zegt dat Rogier hem regelmatig in elkaar sloeg. En dat hij piep, piep. En dat die hond overal over de, over de grond aan het schijten was. Wie? Ja, de hond of Rogier. Van Rogier. En welke? Wie? Brownie of Coco? Allebei toen ze nog samen waren omdat Rogier ze nooit uitlaat. Omdat Rogier dan bezig was met andere activiteiten. Zoals? Nou, dat komt dus nu. Volgens Dennis heeft Frank ook aan hem bevestigd dat Rogier aan de cocaïne zit. Daarover zegt Frank, dat is niet waar. Ik heb alle reden om aan te nemen dat hij aan de coke is of was. Hé? Ja, dan kun je mij toch wegdragen. Hé? Wacht even. Dus, Dennis Schouten zegt dat Rogier aan de coke is. Dat is niet waar, hij is aan de coke. Ja. Wat vind je ervan dat je hier vasthoudt? Nou, dat vind ik wel smerig. Dat vermoeden is mij afgelopen maanden ook een keer bevestigd. Jan! Door uitspraak van mensen die bevriend zijn met Rogier. Al moet Rogier overigens zelf weten of hij coke gebruikt. Ja, dat zal allemaal wel. Maar daardoor krijgt hij honden niet. Het zal allemaal wel met die kuthond. Verhaal is, heeft Frank Jansen, alias de oude nicht, aan jou bevestigd dat hij in elkaar is geslagen door Rogier meerdere malen? Ja, sterker nog, heb ik dat je hebt verteld. En die gouden onderbroek. Ja, die gouden onderbroek vind ik allemaal prima. Maar hij heeft dus tegen jou gezegd, ik ben meerdere malen in elkaar geslagen door Rogier. Jij, vertel dat. Wat mag, hè? Ja. In een rollenrubriek. Scoopje. En dan komt die klootzak niet. Nee, nu is die boos. Nou, ik krijg lekker de tering dan ook maar, zou ik zeggen. Ja, toch een vervelende man dan. Ja, blijkt een vervelende Overigens vind ik het sowieso vervelend als je in elkaar wordt geslagen door je vriendje, dat je dan achteraf gaat roepen, ik ben in elkaar geslagen, sla dan terug, vecht als een man. En dat je dan dat vertelt aan Danny Boy. En als Danny de Boy dat dan vertelt, dat je zegt, ik kom niet meer in je showtje. Zoek het dan maar uit ook, weet je wel. Ik snap ook wel dat die oude nicht zijn televisiecarrière voorbij is. Maar dat kan je niet maken. Ga je iemand bellen? Ja, ik ga hem bellen. Nou, ik wens je veel succes. Oh. Ja, hallo. Ja, hallo, Frank met Dennis Schouten. Dag Dennis, jongen. Dag Frank. Ik ben op het ogenblik aangekomen bij het Amsterdam Museum. Dus, en ik ben in gezelschap van allerlei mensen. Dus ik kan nu niet bellen. Even snel hoor. Maar mag ik dan toch wel heel kort iets zeggen? Ja, je mag alles zeggen. Nou, luister Frankie. Ik heb jou ontmoet bij een programma. Dan vertel je mij dat je een handgemeen had met Rogier. En dan lees ik nu in de Telegraaf dat ik een leugenaar ben. Ik ga nu het gesprek beëindigen. Maar Frank, het is niet leuk om zomaar leugenaar genoemd te worden. Nee, dat lijkt me ook heel vervelend. Moet je ook verder niks van aantrekken. Nee, maar jij zit vaak met Rogier voor de rechter. En wij stonden onlangs ook voor de rechter. Straks staan we met elkaar voor de rechter, Frankie. Ja, gezellig. Ik ga nu naar mijn gezelschap. Dag Dennis. Doeg. Ik had hem ook klappen gegeven, Rogier, als ik jou was. Wat een vervelende man is dat. Niet leuk. Niet leuk. Nee, ik doe het niet. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, na de laatste lange leuk, ik kan niet meer scherp kijken. Ik vond dit niet leuk. Niet leuk! Ik doe het echt niet meer. Verschrikkelijk. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben nog nuchter. Jan heeft dat weer niet gehaald. Hoezo niet? Nou, dat zie ik aan je. Oh echt? Ja, en ik hoop voor jou dat de politie die ziet als je straks weer op de snelweg rijdt. Hoe kan het nou? Ik heb 2 colaatjes gedronken uit het mokje. Mag ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet de video te liken. Want misschien dat we dan toch nog een plekje in het algoritme krijgen. En dan zie ik jullie heel graag terug bij de extra uitzending. Ja, leuk. Ik doe die nog niet. Nee hoor. Dag. Dag. Ga je echt met de auto terug? Hoezo?